veevoermaalmolen moet verkozen worden met de Bank Giro Loterij. 95.000 euro. Dan zijn ze pas een beetje blij. Er moet een museum zelfs ook van ingericht volgens mij. Mart de Molenaar. Ja. Jongetje, wat doe je daar? Oh man. Maar heb je het allemaal wel een beetje van zessen op orde en klaar? Ja, alles onder controle, Jack. Want daar komen de drankhekken. Ja, die worden gebracht en alle hulp die komt spullen brengen. En we gaan een geweldig feest maken hier komend weekend. Heksenwaag, ja. Pannenkoeken. Nou, heksenwegen op onze waag hier in de molen. Een weegschaal uit 1710 die hier nog heksen weegt. En, die, dat moet met de omzichtigheid natuurlijk worden gebracht. Ja, heel voorzichtig. En dat er niemand tot in de verre omtrek. Ja. Valt het allemaal te eenmaal meebeleven op het even. Maar wij moeten eventjes zorgen dat we het aangejenst en gejengeld houden. Ja, precies. Want volgende week vrijdag is het pas uur van de waarheid, is het uur. Ja. En dan moet uiteindelijk deze Oostvoornense veevoermolen uitverkoren raken. Ja, letterlijk en stripfiguurlijk. Precies. Draai hem even om, want dat praat makkelijker. Ja. En dan zijn we zo weer vlug bij u terug. Kom er eens om. De vlag hoog en top, Mart. Ja. De Molenaar, waar zit je? Ah, hier. Ah. En het is wel natuurlijk zaak dat dadelijk het val ook gewoon gaat draaien. Want ja, eventjes voor de goede orde, jullie gaan een draaimarathon tegemoet. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat je 36 uur in die wieken wordt gehangen. Nee, dat hou je nog in 36 seconden. Je bent geen Floris acteur. Nee. Pier. Je bent ook uit die tijd. Oude klassiekers. Ja. Maar laten we even naar binnen gaan. Ik heb het idee van dat je toch een beetje ruimte tekort komt voor zo'n veevoermolen museum. Kom eens kijken. Hoe ga je dat dan allemaal inkleden? Nou, kijk, wij krijgen herdecoreren. Met evenementen krijgen wij hier een paar honderd mensen over de vloer. En dit is onze ontvangstruimte. Pas op je hoofd. Ja, pas op je hoofd. Pas op de helft. Ja. Dit is een oude koeienuier. Ja, dat is voor de eerste klap. Hè. Dan, die is een daalderwaard natuurlijk. Ja, dan komt hij niet zo hard aan. Ja, dit is onze zaal. Nou, dan ben je gauw uitgekeken in het museum met een paar fotootjes. Ja, maar dat is niet de bedoeling, denk ik. Nee, plek voor een paar honderd man hebben we hier niet op een dag. En daarvoor hebben wij deze actie op touw gezet. En samen kan je hem ook nog bezoeken dan? Of is dat strikt verboden? Nee. Gaan we even een trappetje op. Groot welkom zelfs. Een groot welkom willen. Dan gaan we eens eventjes even de stoel aan de kant. Kijk er langs. Ook voor naar over kijken. Ja. Maar is die nog helemaal in gebruik of is het alleen maar voor de gelegenheid af en toe? Nee, we zijn nog volop in actie met deze molen. En we draaien volop veevoer voor Assenberg Weidevlees. En zijn wij volop in productie. En die 95.000 euro dan? Dat is gewoon, ja, die 95.000 euro. Lekker, dat is taarten van te kunnen eten en even erop uit te kunnen gaan met elkaar. Nee. Voor die 95.000 euro gaan wij dadelijk onze maalderij die hierachter staat. Gaan we een museum van maken van de onderste verdieping. En verbinden met de bovenste verdieping. Daar gaan we een ontmoetingscentrum maken. Een streekmuseumpje. Ja, streekmuseum, maalmuseum. Streken leveren. Ja, streken. Loop even. Hey, fantasie op de loop. Normaal gesproken, want dit is mais dan. Ja, dit is de mais. Dat je vermaalt. Ja. En dan buiten is het de bedoeling buiten dat je daar dan het museum laat verrijzen, dat uit de grondstand. Dat gebouw dat wordt een museum en een bezoekerscentrum. En daar kunnen we groepen gaan ontvangen straks van 60, 70 man. Gaan we lekker pannenkoekjes voor bakken, de plekken, lekker bakje koffie schenken. En dit komt op tijd ter bestemde plekken bij de klant? Ja, is het dan aan de hand? Dit ligt klaar om bewerkt te worden voor de koeien van Assenberg. Hè. Dat gaan we kijken. Dat is wel leuk, Jack. Als we daar van de korreltjes maken we dit meel. Dit is een pulp. Ja, dit pulp. Meel noemen we dat. En dat meel dat gaat lekker rechtstreeks naar de koeien. En ik hoor ze nou al loeien hier. Hoor je dat? Moet je goed luisteren. En dan is het inderdaad een verhaal van, weet ik verder veel. Ja, waar is mijn mais? Ik wil mijn mais. Van Toledo? Ja, Toledo. 3 jaar heeft hij de eerste steen gelegd. 1902.
En dat is ook dat is gelijk de bouw. Dat is toekomstige tijd geweest van de molen? Of was nee, de molen is uit 1821. Ja, de molen is uit 1821. En toen Toledo de molen gekocht heeft van de familie Arkenbout, toen zijn ze eigenlijk gelijk begonnen met de bouw van deze maalderij. Dat ze wel konden malen, maar niet afhankelijk waren van de wind. Want het werktuig wat hierin staat, dat wordt aangedreven door een petroliemotor. En waren ze onafhankelijk van de wind en konden ze toch veevoer malen. Dit is dan strijken, zetten, toilet. Zo. Jeetje. Nou, dat lucht op, Jack. Heerlijk. Nou, het is weer heerlijke boerenlucht. Hey, maar we kunnen weer aan de plattelandslucht. We gaan aan de. Maar dit is dan het aandrijf. Dit is het. Nou, kijk, dat is het mechanisme. Ja, hier stond de petroliemotor vroeger. En dat ging via drijfriemen. Deze schijf dat ging draaien. Ja. En dan ging er een drijfriem naar deze maalstoel. En hier werd dan het veevoer op vermalen. Op deze koppel. En het veevoer werd hier opgevangen en dat ging door naar de boer toe. En dit moet helemaal opgekalefaat worden en ingeruimd als streekmuseum. Dit wordt het museumgedeelte en boven gaan we via een trap naar boven. En hierboven komt dan dat bezoekerscentrum voor 60 mensen. En dan gaan we scholen ontvangen, gaan we klassen, bedrijven ontvangen. Gaan we lekker voor het educatieve gedeelte. Ja, het educatieve gedeelte. Het is natuurlijk een schitterend verhaal wat we hier te vertellen hebben.